Aanstaande zaterdag treedt Nello Mirando met zijn orkest op in het Cultuurhuis in Velp. Nello Mirando is de kleinzoon van Tata Mirando. Nello Mirando, jij bent de kleinzoon van Tata Mirando. Jullie zijn begonnen met een eigen orkest. Sinds wanneer is dat? Dat is nou sinds 2 maandjes ongeveer. En ja, dat orkest is, bestaat natuurlijk uit de familie. En uit een goede vriendenband van de familie. En het zijn er wat jongeren. Een jonge generatie. Maar ja, de muziekkwaliteit is gewoon een nieuwe soort muziek is het. Hè? Wat voor nieuwe soort is het dan? Ja, het is een beetje moderner. En een beetje meer liefde zit erin. Maar ik vond toch die oude ook wel heel veel liefde hebben. Nog meer liefde? Ja, ja, op dit moment zit er nog meer liefde in de muziek. En ja, om de mensen dat ook meer te laten ervaren. Maar het is wel heel bijzonder. Ik bedoel, jij bent de kleinzoon van. Moet je daar nog met je meedragen, die naam Mirando, voor je gevoel? Moet je daar tegen opboksen? Ja, die zit in mijn hart. En ja, alles wat in je bloed zit en in je hart, dat ben je toch. En ja, dat spreekt voor zich. En ik heb het dan natuurlijk van 2 kanten. Sanu Jaroka's met mijn vader dan. Tata Mirando is mijn opa, grootvader. Dus het is van 2 kanten gewoon, ja, zit het bij mij wel in mijn bloed en in mijn hart. En ja, dat uit ik in de muziek. Stel eens voor waar de band verder uit bestaat naast jou. Ja, de band bestaat verder uit mijn neef Rico. Dat is de kleinzoon van Moro. En Moro is een broer van? Dat is een broer van Tata Mirando hier. Van mijn grootvader. En ja, Moro heeft me altijd in het orkest opgebouwd vroeger met zijn broer Mossi Mirando. En dat was een grote primas. En dit is zijn kleinzoon, die speelt nu bas bij ons in het orkest. Dus het is een hele mooie aanwinst voor het orkest en dat we toch weer samen kunnen spelen. En daarnaast? Dat is een neef van me, dat is Gino Brandt. En dat is een violist. En ja, we zijn op het moment samen bezig om een mooie muziek te maken. Hoe is het voor u om met uw kleinzoon te spelen? Geweldig. Onbetaalbaar. En een kleine, de zoon van Moro erbij. Dat is mijn broer. En dan Gino Brandt erbij. Die mag er ook wel zijn. Maar u bent de enige nog die leeft van het Koninklijk Zigeunerorkest? Ik ben nog de enige die leeft van 15 kinderen. En ik heb met mijn vader het echte originele orkest opgebouwd. En nu ben ik weer terug van weg geweest met mijn kleinzonen, zeg maar. Ik noem het allemaal weer mijn kinderen, mijn kleinzonen. En hoe is het voor jou om daar samen mee te spelen? Ja, het is toch een hele eer eigenlijk. Ik ben vroeger wel altijd met muziek bezig geweest, maar een hele andere stijl eigenlijk. En ja, als je dan deze muziek moet gaan spelen, is eigenlijk of je weer helemaal overnieuw moet beginnen. Moet je eigenlijk alles loslaten wat je allemaal geleerd hebt. Want normale muzikanten die spelen van noten, daar hou je je aan vast. En dit is echt iets wat je van jezelf, wat je met elkaar zeg maar maakt. Het is zeg maar net weer of je helemaal overnieuw moet beginnen. Maar ja, het is wel de mooiste muziek die er is voor ons dus. Ja, voor mij is eigenlijk hetzelfde wat hij zegt eigenlijk. Het is, ja, het is, je speelt met je hart. Het is, ja, en het is de jongere generatie. En dat, ja, dat proberen we voor te zetten eigenlijk.